Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zondag 7 juli van Weerplaza. Een noordelijke wind die voert voorlopig frisse lucht en wolkenpartijen aan over ons land. Vooral in het noorden kan er een lichte bui vallen. Op veel plaatsen blijft het deze zondag droog en in het midden en zuiden schijnt de zon geregeld. Vanmiddag wordt het 17 graden in het noorden van het land tot 22 in Limburg. En daarbij staat een matig tot vrij krachtige wind, windkracht 4 tot 5 aan zee en op de wallen. Vanavond neemt de wind iets in de kracht af. Er zijn brede opklaringen, maar vooral in de noordelijke provincies kan nog een lichte bui vallen. Morgen is er ook nog een tweedeling in het land, met vooral in de noordelijke helft een paar lichte buien. In het zuiden de meeste ruimte voor de zon, en daar wordt het 20 graden, terwijl in het noorden het kwik bij 17 graden blijft steken. Daarna weinig verandering, maar vanaf woensdag gaat de temperatuur geleidelijk aan iets omhoog en donderdag wordt voor het eerst sinds een tijd weer een warme dag met smiddags 20 tot 22 graden. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.